De Partij voor Broederschap en Eenheid in de Politiek, BEP, is zo goed als klaar voor de komende verkiezing. Dit is op een algemene ledenvergadering in het partijcentrum bekendgemaakt. Het hoofdbestuur heeft mandaat gehad om alleen de strijd aan te gaan op 25 mei. Ronnie Assabina, voorzitter van de partij, heeft op de vergadering enkele van de DNA-kandidaten die zullen deelnemen gepresenteerd aan de structuren. Onder meer RO-minister Edgar Dikan en ex-jeugdparlementariër Winston Adaba komen voor op de lijst in Paramaribo. Assabina benadrukt dat de kandidaatstelling geen gemakkelijke taak was. De overige kandidaten worden op een ander moment gepresenteerd. Nous avons déjà tout par Maribo en deux matelas pour les ici. D'abord, nous avons été devenus en compositeur et nous avons été en tant que cadre pour accord à la force de la compositeur. Réjo Maroueïna, nous avons été parti pour notre parabilité et nous avons été en petit public dans Maroueïna. Nous avons été compositeur pour avoir pu rappeler, nous avons été en train de nous rappeler pour nous rappeler pour ces deux salles de maar we beginnen naar Marwijnen en van de membres zijn Marwijnen dat aklari voor Abisrokodati dat die naar Masra is het door Pina, Charles Abis. Boven de profielskets zijn we de Abis in die zin. En nogmaals, we dat tani, die alle kandidaten zijn pour citer des présidents et puis le coup d'un de faire un pas avant de parler à la un carré mais assez facilité de pousser à votre commande. Assabina riep zijn partijgenoten op om de gelederen te sluiten in aanloop naar de verkiezingen. Volgens hem is het nu een periode van collectieve verantwoordelijkheid. Aan het moment die zien, kom je daar op het moment hoe ver je het ermee aanstaande. Aan het moment voor individualisme. Aan een moment voor de solo. Aan een moment voor dat niet namen. Aan een moment voor collectieve verantwoordelijkheid. Johanni, ik heb ook als auto voor dat wat is maar kan niet. Kom in Arees, ik ben al wat is maar zo wat voor dat kandidaat lees. Maar de was dat de controle voor nu, lekker bestuur en de smaak ook om en afvast de smaak. U hoorde BEP-voorzitter Ronnie Assabina op de algemene ledenvergadering vandaag. De ALV heeft de partij mandaat gegeven om alleen de verkiezing in te gaan.